Goedemorgen, kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. Boven Nederland zien we enkele vlekjes met bewolking en dat zijn hoge wolkenvelden waar de zon vrij aardig doorheen kan zal schijnen. Vandaag dus zonnige periode, zowel in de ochtend als in de middag en blijft overal droog. Temperaturen vanochtend al 8 tot 11 graden en vanmiddag lopen ze uiteraard nog wat verder op, dan wordt het 11 tot lokaal zelfs 13 graden. Diep landinwaarts staat er niet al te veel wind. In de kustprovincie staat 4 tot 5 per voor. Daar is de wind wel duidelijk aanwezig. Vanavond ook nog steeds droog en rustig weer. Temperaturen halverwege de avond een graad of 8. En komende nacht verwachten we minimaal rond 5 graden. Morgen verder in het oosten opnieuw van tijd tot tijd zon. Een temperatuur rond 10, 11 graden. In het westen neemt de bewolking toe. Daar kan wat lichte regen of motregen vallen. In de middag bereikt dat gespetter ook het midden van het land. Woensdag overal weer een droge dag. En met een zuiden- tot zuidoostenwind zijn er dan weer flinke zonnige perioden. Temperatuur levert wel iets in. Geen 13 graden meer, maar 8 tot 10 graden. Donderdag gaat het regenen. Dat is oudejaarsdag. Maar tijdens de jaarwisseling lijkt het grotendeels droog te zijn in het land. En vanaf vrijdag wordt het geleidelijk kouder. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl